beetje in het leven van... Een kijkje in het leven van... Dames en wacht even. Kan ik hier mijn jas ophangen? Ja, ik kan jas de agenda ophangen. Oh ja, wacht even. Moet ik even mezelf... Ja, wacht even. Oh, wacht even. Ja, even mezelf in mijn jas. Zo. Hé, hé. Is hier behoorlijk warm. Ja, dames en heren, dit is Peer van Eersel. En ik ben hier... En dat is natuurlijk een drukte van belang. U hoort het misschien wel op de achtergrond. Ik ben hier op het bedrijventerrein aan de president Kennedylaan. Want in de loods waar de SOS, telefonische hulpdienst, Bergijk gevestigd is... Ja, daar is de drukte van belang. En ik, in het kader van een dagje mee met, ga ik als Peer van Eersel voor Radio Bergijk eens een dagje meedraaien in het team van de SOS, telefonische hulpdienst. Och, het gordijn staat ook in brand. Ja, maar dan kunnen wij niks aan. Ik wacht even tot misschien kunt u de brand. De dame die dit allemaal leidt. Goed, nou, succes ermee. Een tuinslang, ja. Nee. Goed. Oh, ze heeft deur iemand aan de lijn. Wacht even, ik moet even wachten, dames en heren. Och, ik zit... U zit met uw vinger... Waar zit u? U zit met uw vinger in een fles. Ik wacht even tot ze uitgesproken is. Nee. Goed. Ja, oké. Okay. Nog wel gewoon morgen nog eens terug. Heeft niemand meer aan de lijn? Nee, ik heb nou niemand meer aan de lijn. Ah, goed. Dit is Peer van Eersel. Ik zou een dagje mee komen draaien. Ja, hulptelefoon. Het is erg terug, momenteel. Ja, u bent Hanneke Reijner. Ik ben Hanneke Reijner, ja. En u bent dit begonnen? Ik ben dit begonnen omdat er toch wel veel mensen waren die telefonisch hulp nodig hadden. En het kan variëren van uitslaande brand tot allerlei eenzaamheidsproblemen. Ja, je kan het zo gek niet bedenken, hè? Er zijn ook mensen die zijn gewoon eenzaam en willen telefonisch hulp hebben omdat ze zo eenzaam zijn, hè? En als er dan ook nog brand uitbreekt op de achtergrond, dan kun je bellen. Ach, nou, ik zou een dagje met u mee gaan lopen. Ik bedoel, kan ik hier gaan zitten? Gaat u maar zitten, dan moet ik deze koptelefoon opdoen? Nee, niet die, maar die. Oh, wacht even. Ja, wacht even. Deze koptelefoon. En ik heb een soort schakelpaneel voor me. Ja, precies. En wat moet ik doen als er nu gebeld wordt? U drukt die rode knop in en dan zegt u... Goedemiddag, telefonische hulpdienst Bergijk. Kan ik u helpen ergens mee? Ach ja, en het is allemaal anoniem, geloof ik, hè? Liefst blijven we anoniem, ja. Ach, moet ik op mijn eigen naam zeggen of zullen mensen daarvan schrikken? Nee, ik denk dat de mensen daar wel van schrikken, ja. U kunt het best gewoon zeggen, goedemiddag, telefonische hulpdienst, Bergijk. Ach, ja. Nou goed. Ja, wacht even, ik heb die twee koptelefoons op, omdat ik het ook natuurlijk een beetje... Ik moet ook de reportage maken. En dus nu moet ik gewoon maar wachten tot... een belletje komt. Nu moet u gewoon wachten tot een belletje komt. Oh, wacht, gewoon een belletje. Wacht even. Welke knop moet ik nu hebben? Die rode knop. Die rode knop. Indrukken. Wacht even, die ga ik indrukken. Ja. Goeiedag, dit is Peer van Eersel van Radio bij... Oh, nee, wacht, ik heb hem weggedrukt. Ik zei het verkeerd, toch? Ja, maar u moet die rode knop indrukken. Ja, maar ik zei per ongeluk, dit is Peer van Eersel van Radio bij... Oh, u zei uw naam. Ja, dat zou ik niet doen, want dan hangen de mensen meteen op. Oh, wacht, er wordt weer gebeld, ja. Goeiedag, dit is de telefonische hulp. Ja, wacht even, ik heb hem weggedrukt. U zei weer bijna uw naam, hè? Ja, ik moet even inkomen. Het zit er heel diep in. Even wachten. Ja, wacht even. Daar gaat hij. Wacht even, daar gaat hij weer. Goed, dit is de telefonische hulp. Telefonische hulp. Geen, daar drukt de knop in. Ja, dit is Peer van de... Oh. Nee, ik heb hem weggedrukt. Ik zei, het is een soort... Het is ook even oefenen, hoor. We hebben eigenlijk een cursus van 14 dagen om de apparatuur te bedienen. Ja, ik ben natuurlijk radiomaker, dus ik kan dat wel even. Er komt wel meer bij kijken. Nou, ik ga het nog even proberen. Wacht even. U bent ook een beetje zenuwachtig, hè? Je zit niet iedere dag zomaar hulp te verlenen. Wacht even, ja, daar is hij weer. Ik hoor weer een belletje. Ja, nou, nog heel rustig die rode knop in drukken. En dan niet Peer van Eersel zeggen. Even rustig. Ja, oké. Even concentreren, ademhalen. Even weer. Ja, dat gaat heel goed. Dit is Peer van Eersel. Godverdomme! Ha, doe nou eens goed. Oh, wacht. Zeg toch maar. Mag ik anoniem blijven? Wacht even, ik zal even overleggen. Mag ik even overleggen? Hij mag anoniem. Mag ik even overleggen? Meneer mag anoniem blijven. Oh, meneer mag anoniem blijven. Ja, u mag anoniem blijven. Ik hoef niet te zeggen dat ik Staf Goossens ben. Nee, Staf, dat hoeft niemand te weten. Ben jij de Staf? Ik ben Peer van Eersel. Oh.
Ik heb hem even weggedrukt, want ik zei per ongeluk... Ja, dat is iemand die je kent. Wat doe je nou met iemand die je kent? Ja, dan kun je een beetje je stem verdraaien, bijvoorbeeld. Dat je niet herkent. Want ze zijn toch anoniem, dus kan een beetje... Ja, oh, daar heb je hem weer. Dit is telefonische hulpdienst, Bergijk. Staf, zeg het maar. Ben jij het, Staf? Wie zegt u dat ik aan de lijn heb? Ik had net... Geef de horens aan Staf, dit... Nee, ik wou een advertentie plaatsen. Nee, wacht even. Zijn ze verkeerd hier, hoor? Dat is hier niet. Voor een machinaal houtbewerker en een vierzijdig schaver. Oh, hey, mag ik even overleggen? Wacht even. Dat kan hier niet, hoor. Nee, we zijn hier echt alleen voor telefonisch hulp. Als je bijvoorbeeld een ongeluk krijgt met die machine... Een advertentie plaatsen. Hallo! Ja, wacht even. Ik ben even in overleg. Even je bek houden. Ik ben even in overleg, ja? Heeft hij zijn vingers er al afgezaagd of iets? Nee, hij wil een advertentie plaatsen. Voor handbewerkingsmachines. Nee, een ervaren stoffeerder zoek ik. Oh, wacht even. Voor mijn nieuw op te richten van Deurzen stofferingsbedrijf. Ben jij dat, Theo van Deurzen? Ja, dat ben ik. Oh, dit is Peer van Eerst al. Of moet ik anoniem blijven? Ja, en dan zegt u weer uw naam. Ja, wacht even. Theo van Deurzen, dit is Peer van Eerst. Dat je me niet denkt dat ik Peer van Eerst ben. Ik werk bij de telefonische opdienst Bergijk. Maar, Theo? Hallo? Hallo? Nou, zeker opgehangen. Hallo? De lijn is dood. Ja, die lijn is wel erg dood. Hallo? Ja, die drukken we weg. Ik denk niet dat ik hier een hele dag blijf. Nee. Want ik heb wel een goede indruk gekregen. Ja. Ik vind ook dat u wel weer kan gaan, hoor. Ach, ja. Waarom? Zo gezellig is het nou ook weer niet. Ach. Ja. Nou goed, als er zo omgegaan wordt. Nou nee, maar dan weet ik dat voor de volgende keer. Ik zou zeggen, Hanneke Reijnen, dankjewel dat ik hier even mocht zijn. Ik doe even mijn jas. Wacht even. Oh ja, dit is mijn jas. Dit is mijn jas. Oh nee, dit is jouw koptelefoon. U trekt mijn jas aan, meneer. Oh, dit is jouw jas. Oh ja, dit is van mij. Welke koptelefoon is nou van mij en welke is van jou? Wacht even. We zenden, ja. No. Oh ja, zo. Nou, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ik weet niet of ik dit uitzend. Dag! Hanneke Reijnen, dag! Nou zeg. Verbeelding. Gaat niet goed met je? Nou, het gaat best goed, mama. Ja, maar je hebt weer dat schuim om je mond. Nou ja, god, dat... Nee, maar wacht nou. Luister, we hebben dit opgezet samen. Ja, maar... Om jou ook een soort opluchting te geven van je eigen... Ja, psychische verwarring. Oh, nee, dat is niet helemaal waar. Waardoor jij begint te schuimen. Als het je niet goed gaat, dan ben je overstuur. Dat is niet waar. Ik ben momenteel heel rustig. Oh ja? Ja, dat zie je zelf ook. Oh ja? Dat ik heel rustig ben. Ja. Oh ja? Ben heel rustig. Ja. Ik zie alleen maar oogwit. Ik blijf ook heel rustig. Ik zie oogwit en schuim. Oogwit en schuim? Ja. Kijk naar je eigen rotkop. Moet je nou weer vol hoeken trappen? Ik speel jezelf tegen de muur op. Vijf kaval kapot. Teringleier. Kuthoer. Klootzak. Dave.